Het is me toch echt beloofd. Een museum in het huis van de familie Knol hier in Blokzijl. Beneden niks. Eerste verdieping ook leeg. De ouderlijke slaapkamer. Ja, dan zou het hier moeten zijn. Kastje open. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk, toch gelukt. Hartelijk welkom. Robert Knol. Dat is hem. Met volgens mij de meest compacte Ajax-verzameling ter wereld. Ja, het is een beetje beknopt hier, maar het is toch een redelijk uitgebreide verzameling, al zeg ik het zelf. Je kunt gewoon geen andere kant ermee op, of is dit bewust zo gekozen? Ik heb het huis te koop gezet voor mijn Ajax-verzameling. Dan kunnen we eindelijk een slaapkamertje inrichten en dan hoop ik het wat uit te kunnen breiden. En als het over uitbreiden gaat, ga je meer ruimte krijgen, want je hebt wat objecten te koop. Hoe zit dat? Ja, ik heb wat objecten te koop gezet van Kenneth Vermeer. Laat eens even zien. Handschoenen gebruikt. Ook nog wat voetbalschoenen. Ik zou zeggen, laat ze allemaal maar eens even zien. Ook gebruikt. Waarom gaan die de deur uit? Wat is de reden erachter? Het is geen Ajax-iet meer natuurlijk. En dat is wel erg jammer. Dat doet pijn? Ja, dat doet toch wel een beetje pijn, ja. Oké, maar volgens mij koop je dit soort dingen met het idee van, die wil ik altijd houden, of daar kan ik heel veel geld voor krijgen? Nou, heel veel geld. Het is wel de bedoeling dat het een klein beetje mijn verzameling vergoedt. En daar weer andere items voor kan komen. Ja, hoe is het zo begonnen? Gewoon als jongetje naar Ajax toe en dan... Ja, ik ben voor het eerst met mijn vader heen geweest in 1982. Ajax AZ, de kampioenswedstrijd, die is met 3-2 won. Ja, en dan ben je verkocht. Als het over verkocht gaat, handschoenen en een paar gebruikte voetbalschoenen, wat moet het opleveren? Ik vraag er momenteel €95 voor. En dat is een nette prijs? Ik heb geen idee. Ik vind dat een nette prijs. Ik zou ze er gewoon lekker voor terugzetten op het plankje. Dan is het in dit geval gewoon poppetje gezien. Kastje weer dicht. Dus schoenen naar binnen, handschoenen naar binnen. Gaan we doen. En dan ga ik weer staan. Doen we het deurtje weer dicht. Je houdt wel even vol nog, hè? Jawel. Dat is toch prachtig, jongens. Ajax. Achterstottig Rendel.